op de kruisingen van de Sluiskade Noordzijde, Sluiskade Zuidzijde. Als je komt vanaf de Oortmaarsense straat, daar is geen, of althans naar mijn idee, onvoldoende veilige oversteekmogelijkheid voor mensen die met z'n allen eind van dit jaar op de Klokkenbelt komen wonen. Dat zijn mensen met een lichamelijke beperking en die komen daar met heel veel wonen op de verbouwde Klokkenbelt. En die moeten veilig kunnen oversteken naar de binnenstad. Nou, op zijn minst moeten de stoplichten zo aangepast worden dat het ook de tijd die mensen nodig hebben om veilig te kunnen oversteken er is. Ik denk ook dat er duidelijk een voetgangersoversteek aangegeven moet worden. Maar ik heb inmiddels begrepen dat de heer Hulleman van de afdeling verkeer hier in het gebouw, dat hij ook goede ideeën daarover heeft. Maar daar heb ik verder nog niets van gehoord. Dus ik ga contact opnemen met de heer Hulleman, omdat die punten wel degelijk veiliger moeten dan ze nu zijn. Ze zijn nu ongeschikt voor mensen die iets meer tijd nodig hebben, veilig moeten kunnen oversteken van de Klokkenbelt richting de stad.